heel grappig. Ik vond het wel leuk. Ja. Nou, weet je waar ik ook van ben geschrokken, Frits? En niet dat ik daarom ben gestopt, maar opeens had ik met Harry voor de uitzending had ik het over, dat er opeens zoveel racistische haat op me afkwam, terwijl ik een heel simpel Hollands meisje ben, wat grapjes vertelt, punt. En je vindt het leuk of je vindt het niet leuk en ga dan lekker door met je leven. Opeens was ik een Marokkaan en moest ik terug naar mijn eigen land. En iemand noemde me een terrorist in moderne kleding. Oh, nee, toen moest ik wel een klein beetje lachen. Opeens werd ik in een hoek geduwd en hoorde ik ergens niet bij, wat niemand van ons wil. Je wilt er altijd bij horen. En dat vond ik, nogmaals, ik ben niet daarom gestopt, want uiteindelijk is het maar sociale media en ik ben ook gewoon van Twitter af en dan is dat ook weer opgelost. Ja. Maar ik werd opeens geconfronteerd met een lelijke kant van mensen die gewoon blijkbaar de behoefte hebben om iemand op de huidskleur af te maken. Maar dat lijkt me wel een heel schrik. Heftig. Ja. Ja, en ook omdat ik nu moeder ben, had ik zoiets van, ik ben zo blij dat mijn kind het niet kan lezen, want ze is 2. Hallo, ik ben Frits Hoefnagel. Vond jij de video nou ook zo leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en abonneer je gelijk even op ons YouTube-kanaal. Doen hoor! Heb je het nou al gedaan?